Ook ik wens de collega's van Antwerpen te danken voor het opzetten van deze interessante dag en om ons uit te nodigen om iets te vertellen over ons onderzoek. Ik vertegenwoordig eigenlijk de collega's van de Kliniek Motiliteit in Leuven. Dat zijn de artsen van mijn onderzoeksgroep, de verpleegkundigen en onderzoeksstudenten. Wij werken niet met assistenten. Omdat de meeste assistenten zijn niet enthousiast om deze raadpleging te doen. En iedereen die u hier ziet op deze slide is zeer enthousiast en doet dit zeer goed. En zijn daarop geselecteerd. En alleen assistenten in opleiding die echt vragen om te mogen meedoen, mogen meedoen, maar wij leggen het niet op. Dat is een kwaliteitsgarantie. Ik zal meerdere studies tonen, maar niet zozeer in detail, maar onze gedachtengang, wat we denken over IBS. Dus als we een onderzoek doen bij 1000 mensen in de algemene bevolking, dan zien we dat van degenen die prikkelbare darmsymptoomklachten hebben, 40% zegt het hangt samen met mijn voeding. En dat is een onderschatting. Als we gezonde vrijwilligers een maaltijd geven, dan zien we dat die alleen wat volheidsgevoel hebben en voor de rest niets ondervinden. Terwijl patiënten met IBS zeer veel klachten ontwikkelen kort na de maaltijd. En de vraag is, welke voedingsbestanddelen en hoe werkt dit, waarom krijgen ze dat? En dat zijn de macronutriënten. En we weten eigenlijk al veel over de koolhydraten. Dat zijn gezonde vrijwilligers die een maaltijd met of zonder koolhydraten krijgen. De donkerzwarte lijn is een IBS-patiënt maaltijd zonder FODMAPs. En de gele is met FODMAPs. En je ziet zeer snel al na de maaltijd, binnen 30 minuten, de FODMAPs zitten nog niet in de dikke darm, zijn er al veel meer klachten bij de IBS-patiënt. En dus het FODMAP-dieet hebt u al een paar keer gehoord en is eigenlijk goed gevestigd. Maar hoe wordt dat gedaan? Een strikte dieetfase en een herintroductiefase. En die herintroductiefase bij wie beantwoordt aan het dieet is zeer problematisch. Je eet iets en je beslist, ben ik slechter of niet? Dat werkt niet zo goed. Dus we hebben een studie, en die loopt nog, gedaan, waar we per week bij degenen die met het dieet veel beter waren, poeders gaven met individuele FODMAPs en dagboekjes lieten bijhouden om te zien welke FODMAP lokt er hier nu bij deze patiënt de klachten uit. Wat zien we? Het FODMAP-dieet werkt zeer goed. Meer dan 85% is duidelijk beter van de populatie patiënten, en dat zijn er 120 al op dit ogenblik. Maar als we dan, dit is een patiënt bijvoorbeeld, een voorbeeld, dit zijn de klachten, dit is na 6 weken dieet, en dan doet hij 7 keer FODMAP-inname onder de vorm van poeder. Patiënt weet niet welk FODMAP, en de meeste maken geen verschil, maar hier deze, fructane, en deze, mannitol, lokken zeer snel terug klachten uit binnen de 2 dagen. Dit is een andere patiënt, en hier is het lactose en fructose. En we hebben dus zo een enorm individueel verschillend patroon. Bij iedereen zijn het gemiddeld 2,2 groepen FODMAPs en het is enorm verschillend. En wij willen weten waarom reageert deze patiënt op fructanen en waarom reageert deze op lactose en op fructose en deze ook op mannitol. Hoe gaan we dat onderzoeken? Die 120 patiënten bij wie dat we een uitlokkende FODMAP hebben en een niet-uitlokkende, gaan we 2 keer een maaltijd geven, zonder en met de uitlokkende FODMAP. En om het mechanisme te begrijpen, gaan wij de mensen onder een scanner leggen. U weet dat FODMAPs vocht aantrekken, vergist worden, dus gasvorming geven. En we gaan dus kijken hoeveel lucht zit er in de darmen, hoeveel vocht zit er in de darmen, hoeveel lucht zit er in de darmen. En correleert dat met het uitlokken van klachten door de ene FODMAP en het niet uitlokken door de andere op individuele basis. Wij weten ook dat vanuit het maag-darmstelsel bij voeding die toekomt, enorm veel hormonen vrijgezet worden, die ook signalen naar de hersenen sturen. En we gaan die meten met de uitlokkende en de niet-uitlokkende FODMAP-maaltijd. En we verzamelen ook data over microbiota. Dus dat is één stuk om te begrijpen waarom reageert elke patiënt verschillend op een specifieke combinatie met FODMAPs en kunnen we begrijpen van waar dit komt. De domino-app hebben wij ontwikkeld. Die is superieur aan medicatie bij patiënten uit de eerste lijns gezondheidszorg. Wij gaan nu kijken of een FODMAP-dieet-app, de domino-app, als de mensen niet beantwoorden, als we ze daarna wel naar een diëtiste sturen, wat winnen we nog? En in patiënten uit de derde lijns gezondheidszorg, want dat is alleen bij huisartsen getest tot nu toe, hoe doet de app het daar?
De herintroductie gaan we nu met zakjes doen. Dat we mensen laten nemen en gewoon zakjes toevoegen. 2 dagen of 3 dagen in plaats van de 1 week. En we moeten nog zoeken naar de juiste dosis. We hebben 1 dosis getest in die poederstudie en we willen kijken naar andere dosis. Dus dat voor de koolhydraten, een hooplopend onderzoek. Tweede groep zijn eiwitten. U hebt daar weinig over gehoord, maar eigenlijk zeggen veel mensen, ik ben allergisch aan gluten, of ik voel me beter als ik gluten elimineer, of aan melk, of aan soja, of aan tarwe. En wij kunnen dit nu testen. Dit is een studie van een aantal jaar geleden, een Duitse groep, die mensen met buikklachten en negatieve huid- en bloedtesten voor allergie onderzocht hebben. En ze deden een endoscopie waarbij een microscoopvezel opgeschoven werd en men kon het slijmvlies zien na het inspuiten van een kleurstof. En dan kon men voedselbestanddelen op het slijmvlies gewoon een oplossing erop spuiten en zag men in sommige gevallen reacties. En als men dan een eliminatiedieet deed, gebaseerd op die reacties, waren de mensen beter. En wij doen dit ook. Dit is een beeld van confocale laserendomicroscopie. Zo heet het. Het zijn complexe beelden. Maar met de kleurstof zien we dus het slijmvlies en we zien de bloedvaten. En hier spuiten we soja op, het slijmvlies, en wij zien geen reactie. En aan de rechterkant, dezelfde patiënt, zal u een bepaald moment beginnen zien dat tussen de plooien in, dat hier begint de kleurstof te komen. Hier zie je het al. En u zal hier straks een wolk, een soort explosie zien van cellen en kleurstof. En dan is het omdat er plots een enorme reactie is, in dit geval, hier ziet u dit, en dat gebeurt binnen de 2 minuten. En wij kunnen in 1 sessie 6 voedingsbestanddelen testen. Het zijn zeer duidelijke beelden. En we hebben studies lopen om nu te zien, als je daarop selecteert, zijn de patiënten beter of niet. En dan willen wij begrijpen hoe dat dit komt. Eentje teruggaan. En wij weten eigenlijk dat er ontstekingscellen zitten. De mestcellen en de eosinofiel, dat is een duo dat eigenlijk elkaar versterkt in allergische reacties. En hier zit voedsel en microben en het slijmvlies houdt dat tegen, dat geraakt niet daar. En wij denken dat mensen met prikkelbare darm, dat slijmvlies doorlaatbaar is en dat daardoor die cellen kunnen geactiveerd worden door voeding en microbiële bestanddelen. En wij doen de studies om de doorlaatbaarheid van het slijmvlies te meten, lokaal en op biopsies en met complexe suikers die we laten drinken en die dan eventueel in de urine komen bij doorlaatbaarheid. En wij willen ook zien, als deze cel geactiveerd wordt, zet die histamine vrij. En wij hebben nu een katheter die we kunnen laten slikken en die in de darm vrijzetting van histamine meet. En we gaan dus patiënten van wie dat we weten dat ze reageren allergisch op de endoscopie, een dag komen laten een maaltijd eten zonder het uitlokkende eiwit en een maaltijd met het uitlokkende eiwit en zien, komt er dan meer histamine in de dunne darm. En daarbij analyseren we ook opnieuw darmbacteriën en hun producten. Wij doen ook behandelingsstudies voor deze groep. U hebt gehoord dat we veel dieetstudies doen, dus wij doen dan een eliminatiedieet gebaseerd op die endomicroscopie. Maar een tweede stof die we willen testen is PA, palmitoyl-ethanolamide. Dat stabiliseert de mestcel en verbetert ook de doorlaatbaarheid terug, herstelt de toegenomen doorlaatbaarheid. Dat is een lichaamseigen stof die je zelf maakt. En we hebben al gezien dat mensen met maaltijdgerelateerde darmklachten minder PA maken. En het is een stof zonder veel nevenwerkingen, dus dat is een studie die loopt. En last but not least, meest agressief, een lokaal werkende cortisone, die ook in puffers zit voor mensen met allergisch astma, zijn we aan het testen wat het doet op deze voedingsreacties. Dat zijn onze eigen studies, onze eigen gedachtengang. Wij zijn nog betrokken in een hoop internationale zaken die ik ga tonen. Big Data, er is een Europees en een Europees-Aziatisch consortium om gegevens over patiënten te verzamelen. We hebben de EGI-studie, dat is een nieuw probioticum dat gedurende 8 weken met placebo vergeleken wordt. We hebben voor diarree een cholestyramine-studie versus placebo die loopt om te weten bij wie werkt cholestyramine en waarom, dat bindt prikkelende stoffen in de darmen. Voor constipatie hebben we een Helici-studie. Dat is een kleine hydrogel die zwelt in de darmen en zo bulk geeft en eigenlijk een verbeterd idee is op het effect van vezels om stoelgang te bevorderen. Wij gaan begin 2022
een trillende capsule hebben. Dat is gemaakt in Israël. Je steekt die in dit potje. Het wordt geactiveerd, je slikt die in en dat zet de darmen op gang voor constipatie. Verrassend goede data bij een eerste studie. En dan hebben we nog bij mensen die chronisch op pijnstillers staan, een studie met een stof die het effect op pijnstillers op de darmen blokkeert en het effect van de pijnstillers op de hersenen ongemoeid laat. Zeer veel, als u daar informatie over wil, stuur een mailtje naar darmstudie@kuleuven.be. U hebt ook een website waar je van alles kunt vinden over onze groep. Wij gaan dit doen met u rechtstreeks te laten komen. De wachtlijsten voor een raadpleging bij ons zijn zeer lang. 6 tot 9 maanden. Maar als u via dit kanaal gaat en zegt ik ben geïnteresseerd in de studies, zorgen we dat u binnen de eerste 4 weken gezien wordt. Dank u voor uw aandacht.